Maandagochtend heeft in discotheek Monte Carlo korte tijd een grote brand gewoed. De brandweer ontving om 9:15 een melding en rukte met groot materieel uit. Om 9:30 kon het sein al brandmeester worden gegeven. Monte Carlo kwam recentelijk in het nieuws toen burgemeester Bruls als gevolg van vechtpartijen besloot om de deuren van de discotheek te sluiten.